Hallo allemaal, mijn naam is Sandra en vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik dit kleine doosje gemaakt heb. Ik liet hem van de week zien op mijn pagina en jullie waren heel erg enthousiast. Dus ik denk, nou, ik neem hem even op in een filmpje, omdat hij is niet moeilijk om te maken. En waarom zou ik hem dan niet delen? Ik heb hem wel gemaakt met het envelop punchboard, dus dat heb je wel nodig bij deze instructie. Ik gebruik hem best wel veel om kleine envelopjes te maken, maar dus ook om hele kleine doosjes mee te maken. En voor dit doosje kwam die weer super goed uit. Dus dat heb je er wel bij nodig. Wat heb je nog meer nodig voor dit kleine doosje? Een stukje designpapier van 13,3 bij 13,3 centimeter. Dus een vierkant stukje papier. Ik heb voor deze keer het Maya papier gebruikt. Dit is van de lijn van vorig jaar, de Christmas season. Maar je kan natuurlijk alles gebruiken wat je leuk vindt. Ik heb direct designpapier gedaan, hoef ik niks meer voor de rest hierna te doen. Ik moet ze beplakken, gewoon op deze manier gebruiken. De twee kaarsjes, dat zijn deze. En dit zijn de glitterkaarsjes van de Action. Er zit een glittertje in, ik weet niet of je dat goed kan zien. Ze zijn ook niet zo heel hoog. Dus het is ook op deze hoogte berekend. Deze hoogte is 2,5 centimeter. Het doosje is 2 centimeter. Dus ze kan, als het kaarsje hoger is dan 2 centimeter, gaat hij er niet in passen. De glitterkaarsen waren er in verschillende kleurtjes. Ik heb de witte meegenomen, maar je had ze in het goud, in het zilver en in het blauw geloof ik en in het rood. Rood was misschien ook leuk geweest, maar ik kwam er niet meer. Dus ik denk, nou, ik neem gewoon mijn wit glitter is het een beetje. Dus twee kaarsjes heb je nodig. Dan heb je nodig een stukje lint. En ik heb voor deze groen lint gepakt, omdat ik dan de contrast wel erg leuk vond. Dus het is gewoon een shining oranje, hartstikke leuk groen lintje. Je enveloppe punchboard dan. Nou, dat had ik net al gezegd natuurlijk. Die gaan we gebruiken. Een stukje mica. Van 3,5 keer 6,5. Of bij 7. 7 denk ik dat die is. Ja, 7. 3,5 bij 7. Stukje mica. Ik weet niet of je het kan zien. Mica is een transparant stukje plastic eigenlijk. Heb je nou een oude verpakking of zo? Van een, nou bijvoorbeeld kerstkaarten of wat dan ook. Daar kun je ook makkelijk zo'n stukje uithalen. Hoef je niet van mica voor te kopen. Je kan ook gewoon uit verpakkingen. Kun je vaak ook van dit soort kleine stukjes halen. Ideaal. Dan een stansje. Ik heb een ovaal gebruikt. Dat is om hier je ruimte uit te stansen. Waardoor je kan zien dat er kaarsjes in zitten. Nou, ik heb een ovaaltje gebruikt. Maar dat kan natuurlijk ook alles zijn wat je leuk vindt. Als het maar deze breedte heeft. En mocht je een grotere stans gebruiken, dan moet je even je mica daarop aanpassen. Dus daar moet je wel op letten dan. Dan heb ik een vaantje hier. Waar ik het woordje Christmas op gestempeld heb hier. Nou, dat is, komt uit dit setje. Van Gummiapan. Het is de bovenste. En ik heb er een stukje van afgeknipt. Ik heb hem niet helemaal gebruikt. Er zitten drie superleuke stansjes in. Waar je een tekst in kan stempelen. Dit is hem. Ik laat hem even zien. 3,50, drie standjes. Het kost natuurlijk geen drol, die gummi Japan. Hartstikke leuk. Ik heb hem alvast uitgestanst. Dan heb ik die twee super cute kerstboompjes hier. Deze zijn dat. Nou, die heb ik al uitgestanst. Wat zijn deze? Ze zijn echt super cute. Nou, dat is een cadeautje van gummi Japan. Dat is deze. En die had ik dus laatst bij mijn bestelling zitten van Kimia. Daar zaten deze twee mini-standjes bij. Hoe leuk. Dus ik dacht, nou, ik ga ze gebruiken op het cadeautje. Ik heb ze vast uitgestanst. Dan heb ik een tekststempeltje waard van het woordje Christmas. Kan natuurlijk alles zijn wat je zelf leuk vindt. Wat stempelinkt, die moet ik nog even pakken. En ik heb nog een plakpareltje gebruikt. En ik gebruik heel veel deze. Een beetje glitter, witachtig. Dus dat was hem, denk ik. Nou, mocht er meer zijn, dan hoor je het wel. En tape heb je er sowieso nodig. En dat was hem. Tape, wat lijm. Gaan we beginnen. Hoe gaan we dit doosje maken?
Even kijken, hier pak je enveloppen punchboard. Ik heb die van Stamping Up, maar je hebt hem natuurlijk van verschillende merken. Ze werken allemaal hetzelfde. Alleen ik kan deze nooit zo goed lezen, dus ik heb mijn bril even nodig om de maten te kunnen aflezen. Wat doen we? Maakt niet uit hoe om. Pak je een stukje papier. Dat leg je tegen je meetlat aan van je punchboard. Dan ga je meten naar 6,7. Dat is in mijn geval dus hier. Dan punch je hem. En dan ga je op zoek naar de streep. Hier zit een streep op je punchboard. Nou, die begint hier in je... in dat punch ding, zeg maar. Daar begint hij in. En dan maak je gewoon een rillijn. Op deze manier. Dan schuif ik hem door naar 9,5. Dus op diezelfde kant. 9,5. Punch hem. En ik maak weer een lijn. Dus nu heb ik hier gepuncht. Dit is op 6,7. En een rillijn gemaakt. Ik heb hem hier op 9,5 gepuncht. En hier een rillijn gemaakt. Dan draai ik hem om. Dan ga ik op zoek naar die rillijn. En dan leg ik die. Hier zie je dat puntje. Dat puntje leg ik gelijk met die rillijn. Dus ik hoef niet meer te meten. Ik leg hem gewoon gelijk met die rillijn. Dan punch ik hem weer. En ik maak mijn lijn weer. En dat doe ik op de volgende ook. En als je wat veel design erin hebt zitten, kan het zijn dat je even op zoek moet naar die rillijnen. Nou, ik heb hem weer gevonden, dus ik zorg wel dat hij recht ligt. Punch hem weer. En ik maak weer een rillijn. Nou, dat doe ik dan weer. Ik leg hem weer aan. Ik zoek mijn rillijn op. Ik leg hem gelijk met die. Ik punch hem. Ik zoek mijn volgende rillijn op. Nou, die leg ik ook weer gelijk. En dan de rillijn. En dan de laatste kant. Nou, gewoon precies hetzelfde. Je draait hem gewoon helemaal rond. Bij een envelop doe je dat 1 keer. En bij een doosje doe je dat 2 keer. Gelijk leggen. En rillen. Hoppakee. Dan zit er nog een afrondspons op de... op je envelop punchboard. Die zit aan de achterkant. Ik doe alleen die 2 korte kantjes doe je afronden. Dus die leggen we erin. En die ronden we af. Deze is niet zo netjes. Nu wel. Leg hem erin. En rond hem af. Dat doe je alleen op die 2 korte kantjes. Dan hebben we het punchboard niet meer nodig. Dan gaan we alle lijnen even omvouwen. En dan maken we scherpe lijnen met je vouwbeen. Oké, en aan de andere kant ook. Oké, en aan die kant doen we dat ook. En daar gaan we. Van die langere flappen, dus van deze, gaan we een stukje eraf halen. En we gaan hem afmeten op ongeveer 3 centimeter. Dus ik meet vanaf de buitenste rillijn. We hebben hier 1, 2 rillijnen. Ik meet vanaf deze rillijn ongeveer 3 centimeter. En dat is wat ik eraf ga knippen. En ik knip dat gewoon. Even kijken, 3 centimeter. Teken ik gewoon af. Dan pak ik mijn schaar. Dan heb ik hier liggen. En dan knip ik gewoon. Dat hoeft niet recht. Maar anders red je het net niet. Nou, dat doe je aan de andere kant ook. 3. Als je het wel recht wilt, moet je natuurlijk gewoon op die zijkanten. Teken je een lijn. En dan knip je langs de lijn. En dan heb je hem wel mooi recht. Tenminste, recht knippen, dat is een ding, vind ik hoor. En dan hebben we dadelijk een mooi doosje zo. Nou,
wat gaan we nu doen? We gaan nu eerst hier een dat ovaaltje uitstansen. Hoe noemen we dat? Je pakt je stans. De stans die je wil gaan gebruiken. En die leggen we in het midden van je middelste stuk, zeg maar. Dit is het middelste deel, zeg maar. In de binnenkant van alle lijnen. Je ziet het niet zo goed doordat ik puntjes heb, maar het is ook allemaal ongeveer plus minus bijna. Ik denk dat hij hier komt en dan pak ik even een stukje masking tape om hem vast te zetten. Zodat hij niet meer verschuift dadelijk met stansen. Zet ik hem vast. Nou, doe ik hem heel even stansen. Dat doe ik even buiten beeld. Even met een big shot. Dan gaat hij precies erheen als het goed is. Ja. Daar ben ik weer, sorry. Dan heb ik hem gestanst. Dan haal ik hem weg. Nou, dat ovaaltje, dat kun je nog ergens anders voor gebruiken eventueel. En dan zit er een rondje in, zoals je ziet. Of een ovaaltje, maar net wat je gebruikt hebt. Dan ga ik op de achterkant langs dat ovaaltje tape plakken. En ik doe dat met de dunste tape die ik in huis heb. En dat is in mijn geval de 3 mm tape. Moet ik even het begin vinden. Dat heeft hij niet meer. Oh ja. Daar is hij al. Dan plak ik gewoon langs de rand. Plak ik die tape. Aan de binnenkant, hè. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En ik doe hem gewoon helemaal rond. Af en toe vouw ik hem even een beetje dubbel. Dat kan prima met deze tape. Aanduwen. Beschermfolie eraf halen. En dan plak je daar je stukje mica overheen. Nou, wat ik net al zei, hè, als je nou een groter gaatje hebt gemaakt, moet je je mica misschien een beetje aanpassen. Maar nu zie je dat hier wat mica in zit. Dan gaan we het doosje in elkaar vouwen. Maar eerst gaan we de flapjes losknippen. En dat doen we deze hoekjes. Die knippen we vanaf dat korte kantje gewoon in naar de eerste rillijn. Dat die zo wordt. Dat doen we aan alle kanten. Dus aan die kant, maar ook aan die kant. Zo. En aan die kant ook weer. Dus die hoekjes zijn nu allemaal losgeknipt. Dan gaan we bepalen aan welke kant we hem dicht willen gaan maken. Want zoals je hier kan zien, gaat hij hier open, zodat je kaarsjes eruit kunnen. Aan de onderkant heb ik hem dichtgeplakt. Dus we moeten even bepalen aan de hand van je patroon. Als je een patroon hebt, wat je boven en je onderkant wordt. Nou, ik doe hem gewoon even op het oog dichtvouwen. Het maakt niet zo heel veel uit, zie ik. Ik doe hem, gaan we zo doen. Nee, ik ga hem zo doen. Zo ga ik hem doen. Dus dit wordt mijn bovenkant en dit wordt mijn onderkant. Dit wordt mijn onderkant. Dan plak ik op die twee kleine strookjes op de onderkant, plak ik tape. Zo en zo. Zo. Zo, ik heb al druk papier uitgekozen. Dus, en ik plak op deze tape. Dus op dat flapje. Dat doe ik op deze manier. Zo. En zo. Zie je? Daar en daar. Nou, dan plak ik hem dicht. Ik haal mijn folie eraf. Op deze manier. En dan plak ik hem gewoon overheen. Zo. Aan de andere kant hetzelfde. En dan heb ik al een doosje. De andere kant neem ik even mee, zodat hij recht blijft.
Dan ga ik even bepalen. Deze kant gaat als eerste, want dit was, die had ik recht geknipt. Dus ik ga die hier overheen doen. Dus dan gaat ik aan die kant ook een stukje tape plakken. Gewoon één stukje, zodat die vastgeplakt zit zometeen. Zo. Nou, ik plak. Hier pak ik het af. Hier doe ik dat ook. Nou, ik doe weer alsof ik gewoon het hele doosje vouw, zeg maar. Want dan zit hij aan alle kanten recht. Hoppakee. Dat is niet goed. Het is de andere kant doen natuurlijk. Eerst die kant. Dan moet ik even doen alsof dat ik hem helemaal dicht plak. Zo. En dan komt die, gaat hier overheen. Op deze manier. En dan heb je een doosje. En deze kan open. Ik hoop dat dat duidelijk was. Want dat niet een beetje te onduidelijk was. Op deze manier heb je nu een doosje gemaakt. Nou, die kanten zitten allemaal vast. En hier kun je hem nog openmaken, zodat je kaarsjes in kan doen. Nou, dat doe je dan ook. Gewoon je kaarsjes erin. 1 en 2. En dan kan dat gewoon op deze manier. Pak je je stukje lint. Nou, die draai je er gewoon omheen. Geen gedoe, gewoon van onder naar boven. En dan maak ik aan de bovenkant maak ik de strik. En bij deze heb ik dus een groen lintje gepakt. Kerstgroen. Dat is wat anders. Ook leuk vond ik het. Strikken, strikken, strikken. Hoppakee. Hoppakee. Het shining organza, dat strikt altijd super mooi. Dus nou, zoals je ziet ben ik nog wel een meut als het op strikjes aankomt. Ik moet eventjes een paar keer heen en weer frotten. Zo. Nou, afknippen. En afknippen. Niet te grote lussen, want dat is niet nodig op zo'n klein cadeautje. En dan heb je hier hartstikke leuk. Ziet het er zo wel uit natuurlijk. Sorry. Nou, dan pak ik mijn kleine papiertje. Nou, hier ga ik nog even een tekst op stempelen. Die had ik al klaargelegd als het goed is. Ja, hier. En dan even een inktje pakken. En ik heb een rood Stazon inktje. Er zit toch ook een beetje rood in dat papier. Dus dat past wel. Dan stempel ik hem gewoon zo ver mogelijk naar de vaankant. En dan, nou, hartstikke mooi, toch? Zo. Nu aan de kant. Dan plak ik hier op de achterkant een klein strookje tape. Niet helemaal tot aan die kant, want daar steekt iets over. Dus ik plak hem gewoon zo hier. En dan tot ongeveer daar. Zo. Als die gaat oversteken, dan voel je dat tape niet meer. Plak ik gewoon over het lint heen. Op deze manier. Dan staat de Christmas op. Dan pak ik mijn boompjes, die schattige lieve boompjes. Nou, dat plak ik er gewoon op deze manier op. Met wat lijm. Dat is het makkelijkste, anders had ik hem uit moeten stansen met alvast tape erachter. Dat ben ik vergeten nu. Zo, dat is de één. En dan pak ik die andere nog. Die is echt mini, maar voor dit cadeautje is die super dik. En die plak ik ernaast. Dat zijn twee boompjes zo. Zie je dat? Leuk toch? Oh, uitbeeld. Dat is niet handig. Zo. Daar zit de camera. Ik vergeet iets. Een keer waar de camera zit. Lekker handig. En dan plak ik onder aan de stammetjes nog een stukje een plakbaasje. Nou, deze doe ik nooit met de plak van de velletje afhalen. Maar alleen zo. Dus ik doe hem gewoon hier. Met wat plak.
pensel, met wat lijm. En dan plak ik daar de parel op. Dat droogt allemaal transparant op, dus dat zie je straks allemaal niet meer. Tadaa! Hoe leuk is dit cadeautje? Super schattig, toch? Nou, heb je nog gekleurde kaarsjes? Ziet er hartstikke leuk uit. Dit was mijn voorbeeld. Ik zal hem nog even strikken. Nou, hier kun je er wel een aantal van een uurtje maken, denk ik. Je hebt gewoon hartstikke leuke cadeautjes die je ook nog volgens mij makkelijk kan opsturen. Want volgens mij post dit ook nog wel door de brievenbus. Zo. Nou, met het rode lintje, met het groene lintje, toch weer een heel ander gezicht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zie jullie weer de volgende keer. Tot ziens. Doei doei.